Nou, we gaan aardvarkens verzorgen en we beginnen met hun dieet voor vandaag. Oké. Okay. Een lekkere hondendiner met wat wormen, wat vlees, met een beetje water erdoor. Dan hebben we lekker nat gemaakt en dat gaan we in hun voerbak doen. En dit is een hoofdmaaltijd? Ja, dit is eigenlijk alles wat ze vandaag krijgen. Er zit alles in wat ze nodig hebben. Oké. Okay. Nou, zullen we eens kijken of ze een hapje lust. Ga je mee? Yes. We maken eerst even de voerplaats schoon. Dat doen we hier in de termietenheuvel. Ja. We eten eigenlijk normaal termieten. Dus we hebben een termietenheuvel nagebouwd. Daar zetten we de voerbak in. Dat zien wij wel, maar de bezoekers niet. Oké. Okay. Maar ze zullen zo wel wakker worden en dan gaan ze ons lekker in de weg lopen. Oké. Want ze doen echt wat ze willen. En we beginnen dus met de voerplek schoon te maken, zodat we zo snel mogelijk de voerbak erin kunnen zetten. Ja. Je zult merken dat ze behoorlijk eigenzinnig zijn. Ze krijgen 's ochtends gelijk het eten. En ja, ze zullen, nou, bijna alles tegelijk opeten, maar in de loop van de dag worden ze nog een paar keer wakker en anders maken we ze nog een paar keer wakker, zodat ze dan in ieder geval eten. Oké. Maar we geven ze eigenlijk overdag eten, terwijl het eigenlijk schemernachtdieren zijn, zodat we ook controle hebben op de dieren zelf, dat ze ook eten en wie er eten, of ze goed lopen. Maar het schiet al aardig op, want kunnen we ze even wakker maken en dan zullen we eens even kijken wat er gebeurt. Wat zijn de schone dieren, aardvarkens? Ja, ze zijn eigenlijk best vrij schoon van zichzelf. Maar ze vinden het ook wel leuk om even hier door de schors en zo te gaan rollen. Nou, soms zijn ze echt helemaal zwart. Oké. Okay. Wat dat betreft zijn het wel een beetje varkens. Ja, want dat zijn we natuurlijk gewend van de varkens. Ja. Ja, maar het is dus helemaal geen varken. Want de nauwste verwanten zijn olifanten en zeekoeien. Ja. Dus, en verder heeft hij eigenlijk helemaal geen levende familieleden of iets wat erop lijkt. Nou, we hebben hier twee dames en een heer. En ze worden al langzaam wakker. We gaan even de voerbak erin zetten. Dan kunnen ze even kijken. Zal ik de voerbak pakken? Dat is goed. Wat is een neus? Waar gebruikt hij daarvoor? Nou, vooral om te ruiken, maar daar zit natuurlijk ook zijn lange tong helemaal in. En ja, hij kan ontzettend goed ruiken. En als je goed naar de neus gaat, dan kijk je dat er heel veel haren voor zitten. Oh, ja. Zodat de termieten waar ze normaal van leven, als ze daar de snuit in zo'n termietenheuvel steken, dan willen de termieten aanvallen. En dan doen ze met die haren gewoon de neusgaten dicht en dan hebben ze geen last. Okay. Er zijn in totaal wereldwijd ongeveer 50 in gevangenschap. Yeah. En wij hebben hier tot nu toe 25 jongen gehad. Dus je kunt wel nagaan dat wij zijn echt de top in het kweken van aardvarkens. Ja. En ja, ze doen het hier eigenlijk heel goed. Het zijn eigenlijk solitaire dieren, dus ze leven eigenlijk alleen in het wild. Alleen ze kunnen het ook prima samen vinden. Maar je ziet wel dat ze vrij lomp met elkaar omgaan. Ze ja, lopen gewoon over elkaar heen en ze doen eigenlijk gewoon wat ze zelf willen. En dat wil ook wel eens een probleem zijn op het moment dat er een jong is. Ze gaan vrij lomp om, ook met hun jong. En ja, in de natuur graven ze hun eigen holen en is natuurlijk de omgeving allemaal vrij zacht. Dus als een moeder dan op het jong gaat staan, dan is het wel kwetsbaar, maar dan kan het makkelijker overleven dan dat hij op het beton ligt. Okay. En het is heel moeilijk om hier helemaal een zachte omgeving te maken, dat het jong niet platgedrukt wordt. Ja. Maar ja, de eerste dagen zijn we altijd heel druk met de jong aardvarken. Om te kijken of het allemaal goed gaat, of ze er niet te ruig mee is. En hoeveel kilo weegt nou? Want als ik het voel, is het echt alleen maar spier. Ja, het is één bonk spier. Het is ongeveer 45 kilo. En als je naar een jong wat geboren wordt, is 1200 tot 1600 gram. Dat is echt, er zit geen haar op. Die zijn helemaal kaal. Dat is echt een roze zakje vel met botten erin. Okay. En dan hangen de oren hangen helemaal naar beneden. Het is bijna een konijntje wat van Mars komt of zo. Nou, we gaan even de boel inweken. Dan kunnen we het zo meteen makkelijker schrobben. Pas even op, ik zet hem vol gas aan. Okay. Oh ja, pak maar aan. Dan spuit alles maar vast schoon. En wat doe je die eten per dag? Ja, we maken 's ochtends alles grondig schoon. Dan schrobben we alles. En 's middags, op het moment dat de voerbak weer uitgaat, maken we de voerplaats nog even schoon. Dan verversen de waterbak nog een keer. En als het nodig is, maken we nog een keer schoon. Maar meestal is dat niet nodig. Maar het kan best zijn dat er met een uur weer één grote puinhoop is. Kijk, de eerste gaat alweer lekker liggen. Er zit ook een vloerverwarming in het hol. Dus je moet nog even controleren of hij het wel doet. Dus dat mag jij wel even doen. Oh, dan kan het erin gaan. Ja, voel maar even of de vloer lekker warm is. Ga vast mijn bedje in hoor. Ja, precies. Hallo dan.
Oh, dit is goed warm. Kijk. Goed warm, hè? Zijn best geen mensen schuwe dieren, hè? Nou, ze hebben eigenlijk niet echt angst. Ze gaan gewoon doen wat ze willen. Maar mocht er wel gevaar zijn, dan zullen ze eerst proberen te rennen. Als dat niet lukt, kunnen ze heel snel de grond in graven. Okay. En dan kun je wel zien, dan gaat het heel grappig, steekt hij de kop al onder zijn lijf. Ja. Dat is niet omdat hij bang is, maar normaal als ze in de natuur in een hol zijn, dan maken ze een soort koprol. Zo kunnen ze keren in hun tunnel. Nou, dan was het dan met de aardvaders, hè? Gaan we nog even verder met ruimte schoonmaken? Dat is goed. En dan laten we hun lekker slapen. Ja, gaan we doen. Oké. Okay. Hey, slaap ze, hè? Yo.